Vicepresident Ronnie Brunswijk zegt dat de politie harder moet werken om het veiligheidsgevoel in het land te verbeteren. Gisteren, voor aanvang van de vergadering van de ministerraad, zei Brunswijk dat vele ondernemers in het achterland bang zijn om zaken te doen vanwege berovingen en andere misdrijven. Alle ondernemers nu bang zijn om in het binnenland te zijn. Zelf mensen van Cabalebo die naar de stad moeten komen zijn bang. Andere mensen gaan dan via Nigeria, want elke dag wordt daar op de weg mensen beroofd. Die mensen zijn echt bezorgd. Ligt het aan middelen? Nou, dit kan niet aan middelen liggen. Dit heeft te maken met organisatie. Dit ligt niet aan middelen. Dit moet je goed organiseren. Als je weet dat er elke keer daar geroepen wordt, dan moet je je zodanig je plannen maken dat je preventief gaat optreden. Brunswijk stelt dat de organisatie bij het ministerie van Justitie en Politie beter moet. Het ministerie van Defensie heeft slechts een ondersteunende rol in speciale acties ten behoeve van criminaliteitsbestrijding, meent de VP.